Dit is de Kieftskamp. De Kieftskamp is een van de best bewaarde 18e-eeuwse landhuizen in Gelderland. Het is het enige Vordense kasteel dat niet stamt uit de middeleeuwen. De eerste vermelding van de Kieftskamp dateert uit 1626. Het huis is van 1776. Een tijd waarin de kieviet veelvuldig voorkwam op het landgoed. De Kieftskamp dankt haar naam aan het dier dat in de volksmond kieft werd genoemd. De kieviet was dol op de natte, onbeboste gronden waaruit de omgeving en het landgoed bestond. De nog niet ontgonnen, vochtige gronden waren de perfecte omgeving voor de kieviet. In het plafond van de hal van het landhuis is de vogel terug te zien. Tussen de planten en boombladeren van het stukwerk zien we de kieviet. Vandaag de dag is het horen van de roep van de kieviet niet meer zo vanzelfsprekend. Door ontginning, bebossing en veranderend agrarisch gebruik is de grond droger geworden. Met het veranderen van de vroegere ideale leefomgeving van de kieviet is ook de kieviet zelf uit het landschap aan het verdwijnen. Met wat geluk kun je hem nog horen roepen en zien dansen in zijn karakteristieke duikvluchten.